Op 28 juni neemt Stef Straus afscheid als burgemeester van de gemeente Maaschouw. Na 13 jaar de rol van burgervader te hebben vervuld, wordt het tijd voor andere dingen. Delta Limburg sprak onlangs tijdens een wandeling langs de Vlieter, over 13 jaar burgemeesterschap. Had u eigenlijk altijd de ambitie om burgemeester te worden? Uh, nee, die ambitie had ik niet altijd. Achteraf denk ik. Uh, dat dat uh, ergens diep in me wel altijd gezeten heeft, maar ik was wethouder in Weert. En ik ben pas een later roeping, ik ben niet al van jongs af aan actief in de partijpolitiek geweest, wel altijd politiek actief. En toen kwam ik in Weert wonen en toen ben ik lid van de Partij van de Arbeid uh, geworden, omdat ze me vroeger bestuurslid geweest En toen werd ik wethouder in 2006. Ja. En toen zei in 2009 uh, burgemeester Niederen, Jacques Niederen, van je moet, uh, je moet burgemeester worden. En, uh, nou, en toen deed zich Maaschouw voor. Ja. En toen heb ik gesolliciteerd, ja. Toen ben ik het geworden. Kort nadat u geïnstalleerd bent als burgemeester. Hè, toen uh, hadden we gemeenteraadsverkiezingen. Weet u nog welke partijen er toen meededen? Ja, dat was het CDA en de VVD. Eh, lokaal Belang. En er was nog. <laughs> Partij van de Arbeid. En, ja, 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 dan zou je dat kunnen vergeten zou ik ja, ja, zeggen. Ja, 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 oh ja, ja, die ja, was ja. er dus ook bij. Ja. Uh, nou, Toch 53% van de mensen uit Maasbracht hebben toen gestemd. Ja. Uh, dus dat was toch nog wel een behoorlijk aantal. De laatste keer was dat een heel stuk minder. Hè? Toen hebben we, er waren we rond de 48 procent, de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Ja, was, eh, toch zie je dat er toch weer dezelfde partijen mee hebben gedaan aan die gemeenteraadsverkiezingen. Zou je kunnen zeggen dat de gemeenteraad van Maaskoe wel heel erg stabiel is over al die jaren? Uh, nou ja, um, ja. Um, maar misschien ook, toch ook wel over die 53 procent, en ik meen uh, bijna 49 procent. Ja. En dat scheelt 4% en dat is niet zo heel erg veel. En er is heel veel onderzoek gedaan. Wat is nou, waarom gaan mensen niet stemmen? Mm -hmm. eh, of waarom wel? Kijk, bij de landelijke verkiezingen is altijd ongeveer 80% of nog meer opkomst. Daar is er echt wat te kiezen. Het punt in Maasschouw en in veel midden-Limburgse gemeenten... of Limburgse, of Nederlandse gemeenten is dat er zo weinig te kiezen valt. En dat dus ook, of je nou partij... Eh, lokaal belang bent of, eh, lo eh, of lokaal voor maatschappij of de VVD. De partijprogramma's schillen heel weinig. Dus de keuze eh, om te. Om te eh, als er nou de keuze was voor of tegen windmolens ergens in, dan als je dat ergens had neergelegd, dan was de opkomst anders geweest. En, de, en wij zijn het. Over het algemeen, over de praktische uitvoering van ons werk, zijn we het eens in, in de gemeenteraad voor, voor 90%. Dus en dat maakt dus ook dat, dat we inderdaad stabiel zijn. Dat heeft te maken met het minder uitgesproken zijn van de gemeenteraad op onderdelen. Misschien wel een van de, van de meest bijzondere ervaringen geweest dat u de koningin op bezoek kreeg. Ja, dat, ja dat is zeker. Dat, uh, daar kan ik een hele dag over uh, praten ja, als dat ja, zou ja, moeten. Ja, 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 maar dat ja. was uitermate bijzonder. Uh, het voorwerk: relatief jonge burgemeester die van veiligheid nog niet zo heel veel gehoord of geleerd ja, want, heeft. Want de veiligheid zat in uw portefeuille, hè? Voor dat zat in een portefeuille. Ja. Maar goed, dus ja, je moet ja. alles van, van. dat tractoren weg moesten uit de, uit de kern van Toorn. of de accu er in ieder geval uit. dat ze niet uh, parcours op kunnen als iets kleins. Uh, tot en met de parkeerplaatsen. En de dingen moesten door. die ik toen hartstikke gek vond. Dat je bijvoorbeeld natuurrampen zich voor kunnen doen. Of pandemieën. Ja. Daar had ik echt geen beeld bij. Maar als je nu kijkt dat we en hoogwater hebben gehad in de zomer. Ja. Ja. En uh, coronacrisis uh, hebben gehad. Dan waren dat ook toen al juiste items. Ik heb het, toen dat hele vak heb ik daar in een half jaar tijd. Met allerlei andere partijen. Heb ik me dat eigen gemaakt. Dus dat was het voorwerk. Eén kant ervan. Andere kant wat ook heel erg... Leuk was is om samen met al die verenigingen, vooral uit Toren, maar toch ook uit de rest van Maaschou, Zekere Harmonieën eh, en, en Daalzicht en anderen, dat we een heel mooi programma hebben gemaakt. En dat ik tot op de dag van vandaag daar trots op ben, ja. dat dat zo ervaren is ook door het Koninklijk Huis, met allerlei nadere toespelingen op hoe mooi ze het hebben gevonden. En dat ook alle burgers, zeker die van Toren, maar anderen ook nu nog trots zijn, dat dat geweest is. Terwijl vooraf. ...er toch ook enige scepties was. Ja, ja. Ja, wat, wat ik me eigenlijk afvroeg is dan, hoe gaat dat dan? Hè? Dan belt de Rijksvoorlichtingsdienst u, u op en die zegt... ...beste burgemeester trouwens, over een half jaar komt de koningin naar bij, bij uw bezoek. U kunt aan de slag. Nee, het gaat iets anders en in dit geval wist ik al toen ik burgemeester werd... ...dat het eh, ons de beurt zou vallen, want het zou eerst al ja, eerder zijn in, in Weert en in Tonen. Maar omdat er geen burgemeester was... Uh, zou het later zijn? Wanneer ja. weet ik niet, maar de commissaris van de Koning, gouverneur Frisse, die, ja. heeft, die heeft mij gebeld. En ja. Ja. toen hebben we gezegd: dit willen we inderdaad gaan doen. En toen was het college ook gelijk akkoord dat we het deden. En toen zijn we aan de, aan de slag gegaan. En wat de kracht is van Maaschouw, in heel veel dingen, maar hier dan uh, vooral ook, is dat we het zelf hebben gedaan. En dat we dus met eigen mensen, een team hebben gevormd die van vergunningen tot programma maken tot beveiliging en alles alles zelf geregeld mm -hmm. hebben. Dat is en dat is ook als ik nu wegga waar ik dan trots op ben dat wij nog steeds een, een gemeente zijn die heel veel zelf doet. We hebben de coronacrisis, hadden we een team met hoogwater, hebben we een crisisteam en nu met de Oekraïners en wij doen het zelf en uh, heel intensief en mm -hmm. dat lukt op onze schaal lukt dat heel goed en dat vind ik echt. Uh, een enorm pluspunt waar niet iedereen eh, elke dag ziet dat we dat zo goed zelf kunnen. Ja, dan, dan staat u s morgens eh, vroeg op, hè, op, op 30 april. Ja. U gaat naar Toren en hoe beleeft u zo'n dag dan? Als burgemeester of als Stef trouwens? Nou ja, eh, eh, het, het aparte is dat als ik iets eh, heel goed onder controle heb, heel goed heb voorbereid, dan ben ik ontspannen. Mm -hmm. moet ik het helemaal goed hebben voorbereid. En had het zo goed alles geoefend en voorbereid dat ik echt relaxed op en gestaan toen kwam er om zeven uur was de radio 1 eh, die was al op bezoek die stonden in Weert woonde ik toen nog die stonden daar toen al in Weert werd ook al alles klaargezet relaxed naartoe gaan maar de hele dag eh, ja eigenlijk met, met trots en, en, en eh, en blij de koningin door langs al die optredens en bijeenkomsten geleid. Als je nu terugkijkt over die dertien jaar, is de rol van de gemeente dan erg veranderd? De rol van de gemeente eh, eh, is meer en meer, eh, vind ik, een uitvoerende rol geworden. Wij voeren uit bijvoorbeeld, zoals dat heet, de decentralisaties. En uh, de decentralisatie bijvoorbeeld van de WMO, wet maatschappelijke ondersteuning, participatiewet, jeugdzorg, dat is vanuit het Rijk of van de provincie naar ons toegekomen. En dan voeren wij voor een deel uit. Het Rijk uh, bepaalt de kaders en de, dan doen we dat. Wij hebben als Maaschool vervolgens ook gekozen om sommige dingen samen met anderen te doen. Met echt zuster en hebben we het servicecentrum uh, opgericht. Nou, Dat is ook een, een, een keuze dat je uh, wij bewust gezegd hebben, we gaan samenwerken om daarmee ook zelfstandig te blijven. Uh, en dat binnen dat zelfstandig zijn ma maken we echt wel hele goede keuzes. Wat ik de kracht van Maasschouw vind, is dat wij bijvoorbeeld heel veel, al die jaren veel aandacht besteed hebben, ook voor mijn tijd, uh, aan de openbare ruimte. Wegen zijn goed. Uh, uh, het groen zit eruit. Toen heel Nederland moest bezuinigen, hebben wij ervoor gekozen. We houden het hoge standaardniveau. En daarmee hebben we dus een mooie omgeving, mooie straten. En daarmee ook veilige straten. Hoe beter alles eruit ziet, hoe meer mensen genegen zijn om het op orde te houden. Kennen we natuurlijk allemaal het programma van uh, Expeditie Robinson. Ja, ja. ja. Maar Maasschouw had ook een expeditie. Expeditie Maasschouw, ja. 2016. Ja. Ja, wat was daar de bedoeling van? Nou, dat is um, uh, naar aanleiding van de crisisnoodopvang van de vluchtelingen uit Syrië, die uh, een aantal dagen bij ons uh, in Maasbracht uh, in de Andreashal hebben gebivakkeerd. Dan moesten we, zoals dat overal ging, in informatie houden voor de omwonenden en, en, en de burgers. En daar kwam kritiek. Uh, Was het goed voorbereid? Maar daar kwam kritiek van. we zien die Syriërs overal en die hebben een iPhone en, en wij moeten naar de voedselbank en wij kunnen het zelf niet rondkomen. Ik zeg, goh, dat wist ik niet. En toen heb ik bedacht: van, dan wil ik, nog, misschien weet ik nog meer niet uh, wat in de samenleving speelt. Daar heb ik iedereen uitgenodigd. Die met mij in gesprek wilde gaan over dingen die niet alle dagen uh, op, de, op de tafel en, en in de uitvoering van het beleid van kunnen. En toen zo is Expeditie Maaschouw uh, ontstaan. En uh, nou, daar een vijftigtal gesprekken gevoerd. Heel veel mensen hebben zich gemeld, want sommigen hebben ook uh, gestimuleerd om zich te melden. En we hebben echt wel hele, hele leuke gesprekken gehad. In de aanloop naar dit gesprek heb ik uh, daar nog eens doorheen gebladerd gisteravond. En ik denk van goh, wat. We hebben echt hele interessante gesprekken gehad. En uh, het is voor een deel tijdloos. Dus iedereen die het nog niet gelezen heeft, zou het nu nog kunnen lezen, omdat dat toch echt op onderdelen nog steeds uh, actueel is. Maar ook dat is in een boekvorm uh, verschenen. Is er nou iets waarvan u zegt: van ja, dat blijft me toch wel bijgebleven? Uh, ja, misschien heel veel, maar. Uh, ja, nou, nou ja, dus uh, de, de eentje misschien uh, de, die ik, uh, die, waar ik niet elke dag aan hoef te denken, maar die dan wel is, is de Vloggerties. En, eh, en Linnen, en, eh, die vlogt, en eh, ik, ik volg hem nu niet meer, eh, maar die, in die tijd, eh, toch, we praten toch over zeven jaar geleden, acht jaar geleden, eh, was hij enorm populair in wat hij deed. En eh, Hij had 400.000 volgers. Eh, hij zei: het is soms nog wel meer dan mensen die nationaal kijken. En dat inzicht hè, dat de jeugd andere dingen doet dan wat wij eh, als volwassenen gewoon zijn, dat is, heeft hij toen gezegd, eh, en met zijn ouders. En dat is mij wel erg bijgebleven. Dat dat een hele interessante kijk is. En als je nu ziet met TikTok en andere uitingen. Hè, waar de jeugd dan veel mee bezig is. Ja, liepen we daar in Linnen, in dit geval in Maasschouw, ook mee voorop? Of hadden we ook een exponent. zoals die op heel veel plaatsen met vloggers ook landelijk en internationaal bekend zijn? Ik heb nog een fragment voor u. Ja. Dat is een fragment van L1. Op die manier hoopt hij een aantal problemen te ondervangen. Maakt het ook vaak onrustig en we proberen met zoveel mogelijk informatie. Eh, iedereen het gevoel te geven dat wij hier gewoon een, met een humanitair probleem bezig eh, zijn. En dat wij op een sociale manier ook een steentje willen bijdragen aan de problemen die ons land nu overspoelen. En met name die laatste zin, die vind ik wel heel erg eh, opmerkelijk. Hè, want dan zegt u al, of dan zou je kunnen zeggen. we zijn nu eh, 2015, 2023, acht jaar verder. En eigenlijk hebben we dat probleem nog steeds niet opgelost. En dan hebben we het over, over de, ja, dit was, ja, Dit was een fragment van de 200 uh, Syrische vluchtelingen ja, die in Maasbracht, die, uh, in Maasbracht tijdelijk een noodopvang uh, ja. hebben gehad van 72 ja. uur. Ja. Uh, dan hebben we dus eigenlijk nog niet veel opgelost met z'n allen als het gaat over, over instroom en opvang. Nou ja, dat vind ik wel uh, een, een belangrijk uh, punt dat dat nu wel gaat gebeuren. Kijk, in de verklaring die ik daarvoor heb, we hadden voldoende asielzoekerscentra. Dat is afgebouwd toen het na de Syriërs ook een tijdje. Minder was als we die toen open hadden gehouden en desnoods met iets minder bezetting. Hadden we nu het probleem niet gehad. Het, was echt, het is nog steeds mensonderend om in een West-Europees land als Nederland om daar te zien dat daar mensen buiten moeten liggen. Dus eh, het is nu een kwestie van zorgen dat we voldoende opvang hebben en ook zorgen dat we zoveel als mogelijk ook eh, statushouders eh, gehuisvest krijgen, dat die gewoon ook regulier mee kunnen doen in onze samenleving en daar, die oplossing is echt mogelijk en ik heb er nu vertrouwen in met wat uh, ook uh, afgelopen week dan in, uh, in Tunesië is uh, afgesproken en ook door de 26 uh, Europese Unielanden dat we nu echt wel naar een oplossing gaan werken. 16 juli 2021, een dag die veel mensen in het geheugen gegrift staat. Hoogwater, zeer plotseling, althans plotseling. Uh, we waren dat niet gewend in de maand juli. Uh, u had natuurlijk ook veiligheid in uw portefeuille. Ja, hoe hoe overwiel u dat ook? Nee, nou ja, we zagen het een paar dagen aankomen. Als er in Valkenburg of in de Ardennen zo lang regent, maar in Valkenburg misgaat misgaat... Dan... ...weet je dat je twee dagen later aan de beurt bent. En eh, we hebben de ervaring in 2011 en meermaals gehad eh, rondom hoogwater. Eigenlijk waren we goed voorbereid. We hebben echt een team van mensen zitten die dat jaarlijks de, de draaiboeken bijstellen. Eh, alles hadden we redelijk onder controle. Dat was ook door die nieuwe grens, maar ze wisten we niet meer wat, wat de, de pijlen... ...wat dat betekende ja. als het water zo hoog stond. Dus er was wat communicatiestoornis tussen Rijkswaterstaat en het waterschap op enig moment. Uh, het meest kritische wat wij hadden was dus in Wessem uh, dat daar toch echt wel leek dat daar uh, Wessem onder zou kunnen gaan lopen. Ja. En dat was wel een cruciale, be ja, cruciale beslissing om daar te zeggen op enig moment en nu plaatsen we die big bags. Ja. 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 Want een burgemeester die zie je toch veel al in een mooi strak kostuum met een strakke blik. Uh, rijkt uh, decoraties uit, uh, feliciteert mensen met jubilea. Maar er is voor mijn gevoel ook nog een andere burgemeester Stroos, die ook heel erg betrokken is bij achter de schermen. Uh, bij mensen die het op een of andere manier heel moeilijk hebben of traumatische ervaringen hebben. Ja. Kunt u daar iets over vertellen? Ja, uh, um, op zich niet graag, maar. Uh, maar ja, we noemen geen namen, maar het is een Nee, maar nou ja, uh, ja. Um, ik zal de anekdote vertellen uh, van uh, uh, oud-burgemeester Daniels, die was van Bede en Horn uh, uh, burgemeester. En die zei, toen hij een keer met mij rondreed: Wat mij opvalt is dat jullie als burgemeester dingen doen die vroeger pastoor deed. Als er vroeger ergens uh, iets ernstigs gebeurd was, en met name een overlijden, en dat. Kunnen kinderen zijn of een zelfdoding of een ernstig ongeluk. Hè? En, en dat is een beetje het criterium. Dat als de politie of de hulpdiensten mij informeren, dat ik dan naar, euh, euh, laat bellen naar de familie. Van, stel je de prijs als de burgemeester namens de gemeenschap langskomt. Sommigen zeggen nee en anderen zeggen ja. En dat gebeurt dus achter, achter de schermen. Dat, dat, daar kom je niet mee in de krant. Dat wil je ook niet. En uh, die zei: vroeger werd het verdriet gekanaliseerd via de kerk. Met, uh, uh, met een avondmis en avondwaken. Met een, uh, een requiemmis En dan had je de zes weken dienst en de jaardienst. En zes weken na de jaardienst was het ritueel alles één keer geweest. En had de pastoor de leidende rol daarin. En dat is weggevallen. En je ziet het ook dan met zinloos geweld, die bijeenkomsten die er geweest zijn. En dus nu ook heeft de burgemeester dan, en allemaal eh, hebben ze dat, een belangrijke rol om daar iets in te betekenen. En ik merk gewoon dat dat, eh, dat dat niet makkelijk is voor mij om te doen, maar ik doe het wel heel graag, omdat je weet dat andere mensen hun verhaal kwijt kunnen. En je kunt ze af en toe nog een beetje helpen. Ga nog eens naar maatschappelijk werk of vraag je bij de politie nog eens naar. Dus dat, dat is wel een van de dingen die veel gebeuren en waar ook verder geen aandacht aan besteed hoeft te worden nee, in de publiciteit. Nee, nee, maar u ervaart daar wel waardering. Uh, ja, uh, dat is uh, heel dankbaar werk. Ja. Valt het me toch steeds op dat mensen misschien denken: ja, die burgemeester, ja, strak in het pak. Maar u hebt toch veel humor. La, 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 la. Krijgt u die stukken zelf? Ja, 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 nee, zeker. Ja, nee, dat. Kijk, uh, uh, wat niet altijd uh, uh, naar buiten komt, is dat uh, een burgemeester moet zorgen dat hij zijn zaak op orde heeft in de gemeenteraad, in de collegevergadering en bij officiële momenten, ja. of nou 4 mei is, dus dan, uh, en ook bij leentjes, dan heeft hij ook vooral een serieuze rol dat dat ook goed gaat. Uh, maar ik uh, uh, ben eigenlijk van. Uh, jongs of aan heel erg uh, bezig geweest met uh, Bonte Avenden. Mm -hmm. Ook verschillende jaren ben ik geweest. En ik heb met de jongensgroep hebben we tien jaar, hebben we elk jaar meegedaan. Fantastische ja. stukken uh, gemaakt waar nu nog over gesproken ja. wordt. Mijn geboortestreek. En waar ik me op verheug is dat als ik uh, niet meer werk, dat, ik dan, dat uh, aan mij niet kleeft dat ik serieus moet zijn. En dan hoop ik dat ik cabaret kan gaan doen ja. weer. Uh, ja. Maar dus als die mensen zich die, die dingen zich voordoen waar het echt kan. Dat was een voorbeeld met mijn collega die afscheid nam. Maar ook met Carnaval en zo. En bij de sleuteloverdracht vind ik echt dat we, dat we ja. ons. En, of, en ook bij de 50-jarige huwelijk, als we die mee de cruise gaan doen, ja, dan uh, heb je een andere rol. Dan wil men nog eens zeggen, je moet entertainer worden. Dus ja, dat, uh, dat ja. kan ik ja. ook wel hoor. Ik proef dat het thema vrijheid leeft. In Maaschouw. Zeker ook hier in Torn. Wat een energie, wat een creativiteit, wat een betrokkenheid. Dat raakt mij. Ik ben zo een trotse burgemeester. Er zijn nog andere gelegenheden waar het ook wel eens opvalt dat als u daar speelt, dat u dat wel raakt. Dat ja. hoor je aan uw stem, ja. en dat je dan even zoiets hebt van: oh, ja. dat, hoe komt dat? Uh, zit dat in de mens? Uh, dat, nou ja, het zit in de mens, dat sowieso. Dat, uh, maar het uh, zit ook in de familie. En uh, ik kom uit een groot gezin en, ja, ja. en sommigen kun je beter niet laten speechen, omdat die <laughs> uh, zo mogelijk nog meer dan ik dan ook wel die emotie. Die als het, dat ze geraakt zijn. En waarin, waarom is een mens geraakt? Uh, dat als je je verbeeldt wat je vertelt en uitdraagt. Hè, dus dat is. Uh, met uh, homo-haat of ja. met uh, mensen die achtergesteld zijn. Hè? En dat zijn toch thema's die dan ook bij de Denking aan de orde komen. Maar ook bij mensen die een leentje krijgen, dan, dan worden ze geprezen, door anderen uh, is dat aangeleverd. Hè? Dan prijs je mensen en dan geef je complimenten. En als je complimenten krijgt, is dat, uh, geeft dat emoties. Maar geven geeft ook emoties. En ja, dat, uh, dat heb ik. Anderen hebben dat minder en dat, dat heb ik wel. En, Soms heb ik dat liever niet dat, uh, dat u dat hoort. Maar ja, dat is gewoon. Ja, 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 nee, maar ja, dat typeert u dan ook. Hè? En ja. Dat geeft ook wel de betrokkenheid aan. Ja, bij nee, dat... datgene wat u dan op dat moment doet. Hè? Ja. Maar ja, we hebben het afgelopen uur over heel veel dingen gesproken uh, van de afgelopen 13 jaar. Die toch uh, ja, een belangrijk deel van uw leven zijn geweest. Die, die uh, ja, ook een stukje daar nog in gevormd hebben. Uh, ja, afsluitend wou ik u nog even laten luisteren naar dit stukje muziek. Oh, ja. Je hebt hem al. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja. Passion. Ja. ja, het is de, de Matthäus Passion. Ja. Um, begin, begin van dit jaar hè, toen werden er leerlingen uitgenodigd op het gemeentehuis. In het kader van het ochtendontbijt. Ja, ja. Yes. En daar kwam ook een vraag van de, een van de kinderen. Van, Houdt u van muziek? Ja. En toen vertelde u dit verhaal. Ja. Ja, en daar waren, dat triggerde wel kinderen. Mij trouwens ook. Toen dacht ja. ik van, want dat is voor u een traditie, hè? Ja, ja. U gaat daar jaarlijks naartoe. Ja. Waarom doet u dat? Is dat een... Nou ja. Um, ik, ik, ik ben niet meer praktiserend uh, uh, katholiek. maar ik was vroeger misdienaar. En het allermooiste vond ik altijd de Goede Vrijdag. dat we om drie uur uh, de staties moesten lopen. Veertien ja? staties. En daarna heb ik ook. toen ik in Utrecht woonde en in Eindhoven werkte. altijd Goede Vrijdag vrij willen hebben. En niet dat ik dan vroeger iets deed. maar we hebben al heel lang. Wel aandacht voor de Matthäus-patiënt, die op die dag wordt, uh, wordt uitgevoerd. En in Heusden ben ik een paar keer geweest, maar ook in, uh, in Venlo en op andere plaatsen. De Matthäus- en Den Haag, een uh, jaar of drie terug. Nou, het is gewoon een heel mooi om die traditie, dat, uh, dat uh, verhaal van, uh, uh, van Jezus' laatste uh, levensmaanden uh, of dagen... Om dat, uh, om dat mee te maken. En er zijn hele mooie uitvoeringen van... Grote koren met kinderen erbij, een mooie orkest erbij met strijkers en alles. Nou, dat, daar kan ik echt van genieten. En in Heusden is het extra leuk, omdat daar begint: 's ochtends dan heb je samen pauze. En dan gaan er 600 mensen in Heusden ergens eten. Lijkt op Stevens maar dan groter. Dus ik, ik ga daar heel graag met familie of vrienden naartoe. En dat is wel iets wat ik ook graag na, als ik niet meer minder hoef te werken, dat ik dat in ieder geval. Doen. Ja, nou, ja, u neemt uh, over uh, pakweg twee weken afscheid. Uh, wat gaat u meteen de dag daarna missen? Uh, dat, dat ik mijn telefoon niet meer hoef op te laden en of de hele dag, uh, ja, dag en dag en nacht aan heb staan. Dat dat niet meer hoeft. Dat is een soort automatisme om ook overdag tien keer te kijken of er berichten zijn. Okay. En dat uh, ga ik missen en uh, of ik uh, of niet. Ja. En dan. Uh, ja. <laughs> Ze zegt van. Je gaat mij missen. Ja, <laughs> ja, ja, ja. Nou, laten we dan uh, onder deze klanken. Uh, nou ja, afscheid nemen niet. Nee, maar. Uh, nee, nee. Nogmaals, uh, ja, heel erg fijn dat we met u dit uur mochten praten over uh, al die dingen die zich hebben voorgedaan. U natuurlijk veel uh, succes toewensen in de toekomst. Hè, want. U, u blijft uh, toch beschikbaar als, uh, ja weet ik niet, maar dat zal de toekomst zich dan wel uitwijzen. Ja. En uh, nou ja, natuurlijk een hele, hele fijn afscheid gewenst op uh, 28, uh, 28.